En goedemorgen! Het is vandaag vrijdag en we zijn in de auto onderweg. Weg bij Centerparks. Terug naar huis. En wauw, wat is het weer heerlijk weer, jongens. Tada! Juist niet. Nee, hè? Niet echt, nee. Maar het past wel echt bij dit park, dit weer. Okay. Ja, dat was droevig. Een beetje droevige toestand. De slagboom hebben ze al open laten staan. Nou, daar kan je sleutels in gooien, zie je dat bakje? En dat is het dan. Ik hoef niet uit te pakken, of ik hoef niet uit te checken. Ja, ik hoef niet uit te checken en dat is een max moe. Oké. Nee, ik heb 7 in. 6. Ja, hè? Yes. Nou, dag Centerparks. Tot nooit meer. Zien, tot hè? Nooit meer ziens. Ah, nou, Jola heeft het wel heel erg leuk gehad, hè, Jol? Ja, we hebben het ook wel. En we hebben het ook wel leuk gehad, dat is het niet. Alleen het park is gewoon zo verouderd. Alles is gewoon. Zijn wij nou zo verwend? Het is gedateerd. Het is echt gedateerd. Maar goed, dan weten we dat ook weer en dan weten jullie dat ook meteen. Iedereen die kijkt, als je van gedateerd houdt, is dit je plek. Ik weet ook niet of het bij iedere Centerpark zo is. Nee, dit is de Eemhof. De Eemhof, knoop het in je oren, Eemhof. Het is wel gezellig en een heel mooi Zuidtopia Zwemparadijs. Maar het is wel verouderd, in ieder geval de 6 serie huisjes. Ja, dus. Maar goed, we gaan nu naar huis en... Dan zal ik jullie straks even updaten over de rest van de dag, want we gaan weer allemaal dingen doen vandaag. Nee, we gaan nu niet meer zwemmen, schat. We gaan vanmiddag op een boot met Captain Iglo. Kapitein Iglo. Kapitein Iglo. Als je naar die straal water kijkt, die kijkt de straal water over de ramen. Ja. Is het nou, hè, Dick? Hij blijft gewoon heel rustig. Dat vind ik allemaal wel prima. Heerlijk, toch? Ja. Hallo en goedemiddag alweer. We zijn eventjes onderweg naar de Zara. Hey, joh. Ja. Want daar zegt Jola geen nee tegen. En vanmiddag gaan we straks op de Iglo-boot. Maar omdat we nog een beetje vroeg zijn, gaan we nog eventjes langs wat winkeltjes. Jola heeft eigenlijk nog een nieuwe broek nodig, dus wie weet vinden we die. Heerlijk. Met een ijsje. Boom. Vet, hè? Ja. Deze. We zijn in de Primark. En kijk deze hakken. Die zijn toch super. Alleen ik loop nooit meer op hakken. En zeker niet zo hoog. Maar ze zijn wel echt even leuk om aan jullie te laten zien. Voor de Primark. Hé, joh? Ze zijn ook heel leuk. Leuke rugzakjes, hè? Ja. Oké, nou, we hebben net echt super leuke dingen voor Jol gekocht bij de Zara. En die gaan we straks thuis zeker nog even aan jullie laten zien. Maar we gaan nu eerst naar de Captain Iglo boot en burger eten. Hè? Kapitein Iglo. Kapitein Iglo. Jola, wil je een sapje? Ja. Ik zeg geen nee tegen een sapje. Oké, let's go and get een sapje. Beauty shot. Hello. Nou, daar word ik mooi van, want beauty is schoonheid. Dus van deze shot word ik mooi. Ja,
hand gewoon zo een beetje. Kom, we gaan een burger bouwen. Zo, we zijn weer thuis. Ik moest deze nog nemen, jongens. Dus die ga ik nu even proeven. Zo. En, ben ik al mooier? We hebben ook leuke dingetjes voor Yola gekocht. Dus die ga ik zo even laten zien. En dan vraag ik even of Yola het even aandoet. Dan zien jullie dat ook meteen. Echt zulke leuke kleren bij de Zara voor kinderen. En ik kom dus straks weer deze dingetjes inzetten. Ik ben echt heel benieuwd of het wel een beetje leuk gaat worden. Want het zit namelijk zo. Hier komen ringetjes doorheen. Het is dus echt een van de minst schadelijke manieren om extensions in te doen. Want dat ringetje, er komt een plukje, daar komt er een ringetje. En dat ringetje wordt gewoon vastgeknepen en er komt dus verder geen lijm of wat dan ook aan te pas. Alleen laatst heeft Kirsten natuurlijk mijn haar kort geknipt. Dus nu is dit best wel recht. Dus ik ben heel erg bang dat je dan echt zo'n rand gaat zien. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd of dat gaat lukken. En ik weet het, ik heb al eerder in een video gezegd dat ik het echt niet meer zou doen. Maar... nu dat de zomer weer begint, heb ik toch wel af en toe een beetje moeite met mijn korte haar. Ik weet niet, ik vind het gewoon heel erg saai en flow. Het is gewoon zo saai. En ik weet niet, vooral ook als ik een staartje doe, dan is het echt zo'n heel klein staartje. Het is gewoon zo weinig. Dit is van Indian Gold. En daar kun je super lang mee doen, want je kunt het dus steeds weer herbruiken. Dus het is echt... super fijn dit. Wauw. En waarom heb ik het gewonnen? Want Kirsten de bedrijfje, die bestaat 5 jaar. Gefeliciteerd. Thanks. Oké, mensen. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Ik zie het slecht nieuws vanaf hier. Het goede nieuws is, mijn extensions zitten erin. Het slechte nieuws is, mijn eigen haar is... een beetje terecht. En ik ga er niet nog meer extensions bij doen. Want dan wordt het echt, wordt mijn hoofd gewoon echt veel te vol met extensions. Daar hou ik niet van. Dus ik heb besloten dat dit, deze Disney is gewoon geweest. Ik moet het maar accepteren. Dus ik denk dat ik gewoon nog even een weekendje dit inhoud. Om het maar gehad te hebben weer. En dan doe ik het in een staart. Zo'n hoge staart kom ik net achter, dat kan. En wat ook kan is een vlecht. Maar zo gaan we natuurlijk niet over straat lopen. Tada! Dus. Maar ja, het was gewoon een wijze les. Laat het een leer zijn voor alle anderen. Wanneer je haar gewoon mooi recht is geknipt en wat voller en gezonder is eindelijk geworden, waarom zou je dan weer extensions in gaan doen? Je kunt beter gewoon laten groeien. Ja, Disna, niet afknippen zoals de vorige keer. Even snel een stukje tussendoor. Het is vandaag de dag nadat jullie hebben gezien dat ik de extensions liet inzetten. En ik wilde toch alvast even in deze video vertellen.
dat ik ze dus nu, zaterdag, de dag erna, er weer uit heb gehaald. Want ik wil niet dat jullie denken dat ik daar echt nog serieus mee ging doorlopen, want het kon echt niet. Die extensions waren echt super dun en dood sowieso. En buiten dat, mijn eigen haar is gewoon lekker vol nu en de punten zijn gewoon recht geknipt en daardoor viel het gewoon echt niet mooi. En ja, so be it. Laat ik er dan maar gewoon van genieten dat het lekker mooi is. En nou ja, althans voor mij doen dan. Niet voor mensen die superveel vol haar hebben van zichzelf. Maar voor mij is dit al heel wat. Ik ga dus met deze producten aan de slag die ik heb gewonnen bij Kirsten. Echt super lief, Kirsten. En super leuk. En gefeliciteerd nog met 5 jaar bestaan van je bedrijfje. En ik ga dat gewoon allemaal doen. En ik ga gewoon echt alleen nog maar voor de gezondheid in mijn haar en proberen lekker vol te krijgen en gewoon laten groeien. Dus bij elk idee dat ik heb om het weer af te knippen, alsjeblieft waak mij, help mij en zeg dat ik het niet moet doen, want ik wil het gewoon laten groeien. Ik heb gewoon uitgerekend, mijn haar groeit best wel snel, dus dit is ongeveer een jaar. Nee, sorry, dit is een maand, blablab, dus dan zal het over een jaar ongeveer hier moeten zijn. Hij hoopt zo. Dus we zullen het zien. Ja, dat is wat ik even alvast wilde vertellen. En de rest van deze dag, dus deze zaterdag, heb ik ook gevlogd. Leuk hè? Dus morgen komt er gewoon weer een vlog online. Gewoon zomaar, omdat het kan. Leuk. Gewoon een keer op zaterdag. Doei!